Mijn naam is Martijn Leensen, ik ben docent natuurkunde en in deze presentatie wil ik het gaan hebben over leren leren. Hoe krijg ik mijn leerlingen in mijn klas zover dat ze beter en effectiever kunnen gaan leren? En de ondertitel van deze presentatie is Werken aan evidence-informed onderwijs. En ik wil laten zien in deze presentatie ook een aantal voorbeelden hoe ik dan mijn onderwijs zo heb ingericht dat ik hopelijk mijn leerlingen zo goed mogelijk aan het leren krijg. Deze presentatie is geen presentatie over alle leertheorieën. Ze komen wel voorbij, maar ik ga er niet in detail op in. En dat heeft als belangrijkste reden dat ik natuurlijk geen onderzoeker ben. Ik ben een docent en ik sta ook voor de klas. En ik ben veel meer geïnteresseerd in hoe kan ik de theorieën en de onderzoeksresultaten zo goed mogelijk toepassen, dan dat ik de details van elk onderzoek weet en kan verdedigen. Dus daar ga ik heel weinig aandacht aan besteden en ik ga ook niet vertellen hoe dan goed onderwijs eruit ziet. En dat heeft twee redenen. Ten eerste ga ik niet van mezelf zeggen dat mijn onderwijs nou zo super goed is. Het kan altijd beter, vind ik zelf. Maar de tweede en misschien wel belangrijkere reden is dat goed onderwijs voor iedereen een andere betekenis heeft en ook voor iedereen een andere vorm heeft. Dus goed onderwijs hangt ook af van jouw persoonlijkheid en het hangt ook zeker af van de klasse die je dan onderwijs wil geven. Dus wat er uiteindelijk hopelijk gaat gebeuren is dat jij geïnteresseerd wordt, nieuwsgierig raakt en zelf ook dingen gaat lezen over leren leren en gaat nadenken over hoe kan ik alle kennis van leren leren nu zo goed mogelijk toepassen in mijn klasse. We gaan beginnen en voordat we ons gaan storten op de theorie achter leren leren, eerst is de vraag, ja, waarom deze presentatie? Nou, en dat wil ik eigenlijk laten zien, illustreren met deze quote van een bekend persoon in onderwijsland. Dat is meneer Dylan William. Ik ga de quote niet letterlijk vertalen of oplezen. Maar wat William eigenlijk zegt is, wil je onderscheid maken, wil je je onderwijs verbeteren, dan gaat dat niet via landelijke wegen, bijvoorbeeld de politiek of koepelorganisaties. Daar moet je ook niet kijken naar het management van school. Nee, zegt William, wat wijst onderzoek nu aan? Wil je je onderzoek verbeteren, dan kan dat eigenlijk alleen vanaf de werkvloer. Dus dan ben jij als docent de grootste actuator om het onderwijs een zetje te geven. En daarom ook deze presentatie, om je daarop te wijzen en je ook al wat richtingen te laten zien waarop je dan jezelf zou kunnen ontwikkelen. Oké. De volgende sheet gaat over een artikel die is geschreven door een andere hele bekende onderwijsgoeroe, meneer Hattie, die in 2003 al zichzelf de vraag stelde, ja, wat maakt een leraar nu een expert in zijn vak, een excellente leraar? En hij kwam tot de volgende ontdekking. Hij zei, ja, wat is nou het verschil tussen een ervaren docent en een zogenaamde expert docent? Dat zit hem in een hele diepe kennis van drie verschillende gebieden van ons beroep. Dat is de vakkennis en dat is de didactiek en de pedagogiek die erbij komt kijken. En als derde tak zei hij, het is de kennis van het leren, de cognitieve kennis die achter het proces van leren zit. In deze presentatie wil ik voornamelijk gaan richten op die derde tak, de cognitie. En dat is niet omdat de andere twee pijlers niet belangrijk zijn, maar dat is wel omdat ik persoonlijk het gevoel heb dat ook in mijn leraaropleiding die ik ooit gevolgd heb, er enorm veel aandacht is voor de eerste twee takken, maar de derde, dat hij er nogal bekaaid vanaf komt. Sterker nog, ik had ook graag, veel eerder nog, toen ik nog leerling was, had ik ook graag veel meer informatie gehad over de derde
pijler. Het leren leren. Hoe zit dat nou met het leren leren? Nou, daar gaan we vandaag wat meer naar kijken. En ook kijken hoe kan ik dat nou toepassen in mijn eigen klas. Voordat we dat gaan doen, is het ook belangrijk om een andere vraag voor onszelf te beantwoorden. En dat is eigenlijk de vraag, ja, wat is nu eigenlijk leren? En ik ga dadelijk een definitie laten zien die door Dominique Sluismans is gegeven in een recente podcast. En zij zei er ook bij dat het ook wel erg belangrijk is, voordat je überhaupt wil gaan nadenken over hoe ga ik mijn leren verbeteren binnen mijn school of binnen mijn sectie, binnen mijn organisatie, dat het is enorm belangrijk dat je, voordat je het doet, allemaal hetzelfde beeld hebt wat dan leren is. De definitie die ik nu laat zien is gegeven door Dominique Sluismans zelf en is ook echt vanuit die cognitieve kant bekeken. En wat zegt zij? Leren leren is niets anders dan een activiteit die zorgt voor een blijvende en functionele verandering in het lange termijn geheugen. En vanuit ons als docent bekeken, zou je dan moeten zeggen in het lange termijn geheugen van onze leerlingen. Dus wil je iets bereiken in je onderwijs, dan moet je gaan streven naar activiteiten die dit leren gaan bevorderen. Die dus gaan zorgen voor blijvende en functionele veranderingen in het lange termijn geheugen. Oké, ja, dan is het nu wel interessant om te gaan kijken, ja, waar haal ik dan die kennis vandaan die ik dan nodig heb als docent om te, dit leren te bevorderen? Nou, dan kun je zeggen dat er twee richtingen zijn waar je als docent je informatie vandaan kunt halen. Dat is aan de ene kant de cognitieve psychologie, die heel sec kijkt naar, ja, oké, hoe werken onze hersenen nou en hoe werkt dat proces van leren? En aan de andere kant de onderwijswetenschappen, waarbinnen heel veel effectiviteitsstudies worden gedaan. En effectiviteitsstudies die gaan dan kijken, als je een bepaalde handeling verricht, een bepaalde interventie in jouw onderwijs toe gaat passen, wat voor effect heeft dat dan aan de kwaliteit van het leren? Beide richtingen zijn redelijk wetenschappelijk van aard en ook de onderzoeken die daar gedaan worden, die liggen op een laboratoriumniveau. Waar onze taak nu ligt als docent, is om die kennis en die aanwijzingen en conclusies om te zetten in onderwijs dat werkt in onze klas. En daarom heb ik het ook evidence-informed onderwijs genoemd. Vanuit onze rol doen wij het onderzoek natuurlijk niet. Dus wij kunnen ook dat onderzoek niet tot in detail verdedigen. Maar het is eigenlijk wel onze taak, onze rol, om dat onderzoek te vertalen naar goed onderwijs in onze klas. Nou, dat vraagt om expertise en dat vraagt ook om inzet. Daar moet je ook van bewust zijn als docent. Het vraagt inzet om die slag te maken die wij moeten doen, die slag van de wetenschappelijke kennis naar een situatie dat die werkt in onze klas. En wat werkt in mijn klas, hoeft niet te werken in jouw klas. Dus het is te makkelijk om achterover te leunen en te denken van, goh, ik lees hier dat als ik interventie A doe, dan krijg ik resultaat. Ja, dat weet je niet. Je zult altijd zelf daar een hele actieve rol in moeten spelen. Wat ik nu wil laten zien aan jullie is hoe ik mijn onderwijs heb opgezet. Dus niet vanuit het beeld dat dit de perfecte uitwerking is. Nee, dit is mijn uitwerking waarin ik vertrouwen heb en waarin ik het gevoel heb dat het werkt in mijn klasse. En ik ben eigenlijk uitgegaan van drie principes die ik daarbij heb gebruikt. En dit is principe 1. Een beetje theoretische, een beetje natuurwetenschappelijke omschrijving. Leren is een endotherm proces. En daar bedoel ik mee dat je energie moet instoppen om te kunnen gaan leren. Leren kost energie, leren kost inspanning. Dat zeggen de onderzoekswetenschappers ook. En ik vind het belangrijk om dat ook in mijn onderwijs door te laten sijpelen. Dat leren energie kost.
Elke keer wanneer een leerling bij mij dus denkt dat hij of zij aan het leren is en vrij relaxed bezig is, dan gebeurt er dus iets wat niet helemaal oké is, want je kunt niet relaxed achteroverleunen en toch gaan leren. Ik heb dit voor mezelf in dit plaatje een beetje verbeeld. Onze rol als docent is eigenlijk dat wij een soort procesbegeleider zijn, waarbij leerlingen zelf zorgen voor die veranderingen, die blijvende en functionele veranderingen in hun eigen lange termijn geheugen. Mijn tweede uitgangspunt is dat ik vind dat leren niet stopt bij de deur van mijn klaslokaal. Leren is een proces en dat proces dat gebeurt voor een gedeelte in mijn klaslokaal, maar ook voor een gedeelte buiten mijn klaslokaal. En ook daar moeten leerlingen steun kunnen krijgen van mij en ook daar moeten ze begeleiding kunnen krijgen van mij. Nou, dan is het heel fijn dat je zoiets hebt als ICT, waarmee je een soort blended learning omgeving kunt creëren, waarbij je dus je leerlingen kunt helpen en monitoren, ook wanneer ze buiten de klas bezig zijn met jouw vak. En mijn derde uitgangspunt is dat ik een soort besef wil kweken bij mijn leerlingen waarom ze werken voor mijn vak. Ze moeten het niet doen omdat ik dingen vraag van ze, maar uiteindelijk moeten ze werken aan mijn vak omdat ze willen leren. Dus huiswerk inleveren, daar doe ik zelf eigenlijk heel weinig aan. Want ik vind het ook een schijnzekerheid. Je kunt heel makkelijk je huiswerk in je schrift krijgen zonder dat je iets geleerd hebt. Maar ik vind het, ik probeer mijn leerlingen het besef mee te geven dat ze ook gaan beargumenteren aan zichzelf waarom ze de dingen doen die ze doen. Dit zijn de drie uitgangspunten waarop ik mijn onderwijs heb gebaseerd. En mijn streven is om mijn onderwijs zo aan te bieden dat leerlingen optimaal kunnen gaan leren en dus eigenlijk optimaal kunnen presteren. En dan niet gezien vanuit een bedrijfsmatige kant, dus als in optimaal in zo min mogelijk tijd en met zo min mogelijk begeleiding van een docent, maar gewoon optimaal hoe kunnen ze het beste uit zichzelf krijgen. En toen ik me daar ging inlezen wat daarbij komt kijken, kwam ik een term tegen een aantal jaren geleden die ik eigenlijk daarvoor nog nooit gehoord had en dat verbaasde mij zeer. En dat was de term effectieve leerstrategieën. Blijkbaar bestaat er zoiets als effectief leren en niet effectief leren. En wat schetste mijn verbazing? De meeste mensen gebruiken het laatste. Die zijn niet effectief aan het leren. Dat geldt voor leerlingen, maar dat geldt ook voor studenten en ook voor volwassenen. En dat gold dus ook voor mij, omdat ik nooit in mijn opleiding iets daarover gehoord heb. Natuurlijk is dan enorm veel winst te behalen als je je leerlingen kunt gaan overhalen om meer effectief te gaan leren. Dus door die effectieve leerstrategieën te gaan promoten in je klas. Eerst eventjes twee interessante bronnen waar je meer informatie kunt krijgen over die effectieve leerstrategieën. De eerste is een artikel geschreven door John Dulosky. Het heet Strengthening the Student Toolbox. Het is in het Engels, maar het is heel goed te lezen, want hij heeft het echt geschreven, gericht aan de docenten. Waarin hij dus met aardige voorbeelden ook laat zien van nou zo ben je wel effectief aan het leren en zo denk je wel dat je aan het leren bent, maar is de productiviteit van jouw leerproces veel minder. En dus ook allemaal gebaseerd op onderzoek dat is verricht bij de cognitieve psychologie. Een ander hele rijke bron van informatie is een website dat heet The Learning Scientists. Het is gemaakt en het wordt ook onderhouden door een groep cognitieve psychologen die vanuit verschillende kanten je kennis meegeven over die effectieve leerstrategieën. Dat is vanaf van het hele wetenschappelijke tot echt down-to-earth voorbeelden van nou dit kun je doen in je klas om je leerlingen beter te kunnen gaan leren. www.learningscientist.org. Echt een aanrader om daar eens doorheen te lopen. Ze hebben ook een goed boek uit. Dat heet Understanding How We Learn.
Het is ook in het Engels, maar het is een compact boek waarin eigenlijk heel veel informatie te halen valt, waarmee je jouw onderwijs wat effectiever kunt maken en wat evidence-informed kunt maken. Ja, ik wil nu eigenlijk twee voorbeelden geven van die effectieve leerstrategieën. En je ziet al dat de learning scientists het al hebben over 6 effectieve strategieën. Ja, ik daag je dan ook uit om zelf op zoek te gaan naar die andere 4, want die zijn ook erg interessant en bruikbaar. Maar ik wil er 2 belichten. En waarom? Nou, enerzijds uit tijdgebrek natuurlijk, maar ook omdat deze 2 leerstrategieën, daarvan is eigenlijk bewezen, staat vast dat ze vrijwel altijd werken en altijd resultaat hebben van 4 jaar tot 99 jaar. En ze zijn daarnaast ook nog vrij eenvoudig in je onderwijs te voegen. Dus erg interessant om daar eens naar te kijken. Nou, ik geef dadelijk heel kort de achtergrond van de theorie. En daarna wil ik laten zien hoe ik dan die theorie heb ingebouwd in mijn lessen. Nou, de eerste heet op zijn Engels retrieval practice. En retrieval practice zegt eigenlijk het volgende: op het moment dat je wordt gestimuleerd om gegevens uit jouw lange termijn geheugen te halen, om daarmee aan de slag te gaan, dan wordt nadat je dat gedaan hebt, wordt dat stukje gegeven wordt weer opgeslagen in je lange termijn geheugen. En dat proces zorgt ervoor dat het beter in je lange termijn geheugen opgeslagen wordt dan dat het er al zat. Dus het ophalen van die informatie, het retrieve van de informatie, zorgt ervoor dat die informatie ook direct versterkt wordt. Nou, dat is een heel simpel principe, maar ook een heel krachtig principe. En ik wil, voordat ik de praktische toepassing hiervan laat zien, eerst nog een voorbeeldje uit een ander boek laten zien aan jullie. En dat is uit het boek Wijze Lessen van Tim Surma en anderen. Ook een hele goede tip om te lezen. En het grote voorbeeld van dit boek is dat je hem op internet kunt downloaden gratis in PDF-formaat. En in dat boek staat, wordt ook natuurlijk ingegaan op retrieval practice als een soort van toetsing. Het is eigenlijk jezelf toetsen. En daarbij wordt de volgende vergelijking gemaakt met 2 andere bekendere toetsingsvormen. We kennen natuurlijk allemaal summatief toetsen. Nou, je toetst summatief omdat je wil kijken of dat wat geleerd moet worden ook geleerd is. Daarnaast bestaat er ook zoiets als formatief toetsen. En dan test je vooral om te kijken waar je het leerproces nog kunt bijsturen of versterken. Nou, dat retrieval practice kun je ook zien als een toetsing, maar dan test je echt om te leren. Testen als een vorm van leren. Sterker nog, testen als misschien wel de beste vorm om te leren. Wat houdt dat nou in als je dat in de praktijk wil gaan toepassen? Ja, dat houdt eigenlijk in dat je je leerlingen gaat stimuleren om telkens een soort een vorm van toetsen te zoeken waarin ze bezig zijn met de stof. Dus ophalen uit de kennis die je al hebt in plaats van opzoeken in het boek. En wat je daarbij goed in je achterhoofd moet houden als docent, is dat je daarbij eigenlijk tegen je leerlingen zegt: ga maar dingen doen die misschien niet 100% meteen goed lukken. Dus de kans is groter dat ze fouten maken. Ze zien dat dan als fouten. Het is niet zo, want ze zijn dan eigenlijk juist heel effectief aan het leren. Maar je moet ze ook de ruimte geven om die fouten te mogen maken. Dat is eigenlijk wat ik als begingedachte wil meegeven. Dus je moet een ruimte bieden en je moet ze ook uitdagen om eigenlijk te kiezen voor de lastige manier van leren. Dat is de manier waar ze dus echt hun eigen lange termijn geheugen moeten inzetten. En dat is niet iets wat ze automatisch uit zichzelf gaan doen. Het goede nieuws van retrieval practice, ik ga daar ook wat voorbeelden laten zien, maar het goede nieuws is dat ik zeker weet dat iedereen die voor een klaslokaal staat al gebruik maakt van retrieval practice, misschien onbewust. En dan is het denk ik best goed om je daar wat meer bewust van te zijn, zodat je ook wat meer bewust bent van de manier waarop je leerlingen het beste kunt laten leren. Maar heel veel van de gangbare werkvormen die we al hebben, die berusten op deze strategie retrieval practice. Nou, ik geef een paar voorbeeldjes
van dingen die ik in mijn klas doe. Wat ik bijvoorbeeld doe is activerende vragen stellen. Ik stel een vraag. Die stel ik aan de hele klas. Ik geef ze even de tijd om erover na te denken. En dan wijs ik er één aan en dan zeg ik, geef jij maar eens het antwoord. En probeer ook je antwoord te onderbouwen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Zeker als je een multiple choice vraag stelt. A, B, C, D is niet zo interessant. Maar je wil ook vooral de gedachte erachter weten. Dat doe ik heel regelmatig. En wat ik dan ook altijd probeer te benadrukken, is dat het ook niet erg is als je de beurt krijgt wanneer je het foute antwoord geeft. Wat ik vaak bijvoorbeeld merk is dat ze misschien wel het foute antwoord hebben gekozen, maar als ze die dan gaan uitleggen aan hun klasgenoten, dat er dan best nog wel een goed en interessante onderbouwing achter kan liggen. Dus het antwoord zelf kan best fout zijn, maar de weg ernaartoe hoeft niet 100% fout te zijn. En benoem dat dan ook en zeg dan ook van, goh, dit heb je al wel begrepen, maar daar pak je een verkeerde afslag. Ja, dit kun je in verschillende vormen doen. Je kunt hier ook voor kiezen om ICT te gebruiken. Programmaatjes zoals Kahoot of Socrative. Ja, ik doe dat bewust zo min mogelijk, omdat ik merk dat het in mijn lessen alleen maar vertraagt als je zo'n programmaatje gebruikt. En ik heb het ook niet echt nodig om activerend met mijn leerlingen bezig te zijn. Maar dat zijn echt keuzes die je voor jezelf moet maken. Ik vind het een hele rijke werkvorm, zeker ook om de les mee op te starten. Want je bent niet alleen aan het ophalen van kennis, maar je bent ook eigenlijk al meteen de volgende effectieve leerstrategie aan het doen, waar ik dadelijk op terugkom. Een tweede mooie waarbij je leerlingen in de les eigenlijk dwingt om in hun geheugen te graven, is het gebruik van een zogenaamd exit ticket, waarbij je dus aan het einde van de les wat vragen stelt over wat je in de les hebt behandeld. Het heeft ook nog een tweede bijkomend voordeel, vind ik zelf, is dat je namelijk de resultaten van zo'n exit ticket ook weer heel goed kunt gebruiken om jouw eigen onderwijs te verbeteren. Om bijvoorbeeld in de volgende les in te gaan op de zaken die leerlingen aan het einde van jouw les nog steeds moeilijk vonden. Naast de dingen die ik kan doen als docent, vind ik het ook belangrijk dat leerlingen hun eigen weg gaan kiezen in hun leerproces. Dus je kunt ook de leerlingen stimuleren om retrieval practice toe te passen als ze thuis zitten. En een hele eenvoudige, qua uitleg, qua uitwerking is het misschien wat lastiger. De leerlingen zover krijgen dat ze het ook doen, dat is best wel een uitdaging. Maar een hele eenvoudige is om tegen je leerling te zeggen, nou, als je nou je huiswerk maakt, probeer dan niet om bij elke vraag in het tekstboek op te zoeken wat het antwoord is. Want dan ben je aan het opzoeken en dan ben je niet aan het ophalen. En opzoeken is een stuk minder actief dan ophalen en daardoor dus ook een stuk minder effectief. Dus probeer je huiswerk te maken zonder in je boek te bladeren en ook zeker zonder al te snel in het nakijkboek te kijken wat nou het goede antwoord is. Een tweede, wat ik ook wel eens toepas, niet elke les natuurlijk, maar zeker wel een paar keer per jaar, is dat ik mijn leerlingen een concept map laat maken over een bepaald stuk tekst of een bepaalde theorie. En het grote voordeel is van het maken van zo'n concept map is dat de leerling ook weer actief met de stof aan de gang moet om die stof goed om te zetten in een concept map. Nou, ik ga je niet vertellen wat nou de details zijn van het maken van een concept map. Ook dat is vrij eenvoudig te vinden op internet. Ik zou er zeker eens naar kijken. Ik vind het echt een aanrader. Ik vind het echt een heel mooie manier om leerlingen activerend bezig te laten zijn met mijn lesstof. De tweede effectieve leerstrategie is iets wat in het Engels spaced practice heet. In het Nederlands zou je dat heel mooi kunnen vertalen als gespreid leren. En heel kort door de bocht is spaced practice als voorbeeld. Het is beter om een toets niet 3 uur lang de avond van tevoren te leren, maar het is veel beter om die activiteit op te hakken in kleinere stukken en die toets verdeeld over 1 of 2 weken te gaan leren. Dat weet eigenlijk iedereen ook wel dat dat beter is. Maar het is ook echt uit onderzoek naar voren gekomen dat je dan ook beter dingen onthoudt. Wanneer je leerstof herhaalt, onthoud je het beter. En je kunt het is weergegeven
in de illustratie. Je ziet daar een zogenaamde vergeetcurve. En je ziet dat je na de eerste keer met de stof bezig te zijn, ben je de stof heel snel vergeten. Maar naarmate je dat vaker herhaalt, duurt het langer voordat je de stof voor een gedeelte kwijt bent. En leer je dus uiteindelijk op lange termijn effectiever. Wanneer ik dat ga toepassen in mijn klas, ben ik erachter gekomen dat het heel belangrijk is. Wil je je leerlingen daartoe motiveren, dat je ze vertrouwen geeft. Want het niet 3 uur blokken voor de avond voor een toets, dat loslaten, dat idee loslaten, dat vinden heel veel leerlingen eng. En je kunt ze erbij helpen door veel meer het proces van leren, ook het proces van jouw lessen, van al die lessen die uiteindelijk uitmonden in die ene toets, om dat meer te benadrukken aan je leerlingen, duidelijker te maken en ze ook daarmee meer vertrouwd te laten raken. Oké, weer een paar voorbeelden. Je kunt hier natuurlijk ook weer heel veel voorbeelden geven. Ik heb er een paar uitgevist die echt ook allemaal te maken hebben met dat nadruk leggen op het proces. En wat sowieso denk ik van enorm belang is, als je als docent wilt dat leerlingen regelmatig ook bezig zijn met stof van de week ervoor of van 2 weken ervoor, is dat je ook ruimte in je lesprogramma creëert. Op het moment dat je lesprogramma zo dicht timmert dat je leerlingen eigenlijk per week weer nieuwe stof moeten verwerken en geen tijd meer krijgen om dus terug te kijken, ja, dan gaan ze dat ook waarschijnlijk niet uit zichzelf doen. Dus waar je mogelijkheden hebt om eventjes op de rem te gaan staan met z'n allen en eens, weer eens terug te gaan kijken, goh, wat hebben we nou de afgelopen 3, 4 weken gedaan? Als je dat niet inbouwt, dan gaat dat dus niet gebeuren. Wat ik ook merk dat erg belangrijk is, is dat je monitort wat de leerlingen doet. En dan niet eens bekeken vanuit het oogpunt van monitoren of ze niet te weinig doen. Maar ook juist om leerlingen die goed bezig zijn, een bevestiging te geven. Om tegen die leerling te zeggen van, nou, je hoeft echt niet bang te zijn voor die toets. Want je hebt al heel veel gedaan. En neem maar van mij aan, je hebt ook al heel veel geleerd. Je moet ze daar echt even, denk ik wel, aan het handje nemen. Omdat, ik heb het al eerder gezegd, voor leerlingen voelt dit echt heel eng om dat leerproces uit te spreiden over een veel grotere tijd dan alleen die laatste avond voor de toets. Ja, wat vraagt dit nou van een leerling als je dit zou willen doorvoeren? Ja, leerlingen zullen, als ze dat al niet doen, echt moeten gaan plannen. En niet alleen van dag tot dag plannen, maar ook van week tot week en eigenlijk een hele periode plannen. Want op het moment dat je de eerste les van de periode begint, zijn die leerlingen al bezig met hun voorbereiding op de toets. Daarvan moeten ze zich bewust gaan worden. En wat ik ook actief probeer, is de leerlingen te stimuleren om ook hun huiswerk te spreiden. Maak nou niet elke week voor mijn vak al je huiswerk in 1 blok van 2 uur. Maar probeer dat nou om die blokken te verdelen over de week en zelfs te verdelen over meer dan 1 week. En daarvoor geef ik mijn leerlingen ook de ruimte dat ze het huiswerk van de stof van deze week ook de volgende week nog kunnen maken. En door ze daar telkens op te wijzen, hoop ik ook dat ze dat gaan doen. Met als achterliggende gedachte dat ze daarmee eigenlijk in dezelfde hoeveelheid tijd de stof beter kunnen leren. Dan heb ik ook nog deze tegel. Ja, al deze tegeltjes, die heb ik eigenlijk niet eens speciaal gemaakt voor deze presentatie, maar deze tegeltjes gebruik ik ook in mijn lessen als een soort opening van de les, om eens samen met mijn leerlingen te kijken naar hoe kan ik nou op de meest effectieve, de meest slimme manier leren. Nou, ook dit tegeltje komt dan voorbij. En dit is wel een hele belangrijke gedachte. Ik probeer dus uiteindelijk, en dat merk je misschien al ook wel bij de andere sheets, om mijn leerlingen bewust te maken met waar ze mee bezig zijn. Bewust te maken met hun eigen proces van leren leren. En de volgende stap is dat leerlingen daar ook een eigen weg in gaan zoeken en dat ze daar ook hun eigenaarschap in gaan opeisen. En ik geef ook direct toe dat het een heel ambitieus doel is.
Wat ik misschien niet met al mijn leerlingen ga bereiken, maar ik hoop dat ze zich allemaal bewust worden van hun proces van leren. En dat ze elke keer dat ze voor mijn vak, en ook voor alle andere vakken natuurlijk die ze hebben, gaan werken, dat ze dat ook doen vanuit de gedachte dat ze iets willen gaan leren. En dat houdt dus in dat je actief bezig bent en dat het energie moet kosten en dat je dus ook doelbewust bezig bent met je taak die je hebt voorgenomen. Ja, hoe belangrijk is het nou dat ik zoveel nadruk leg op dat leren leren, wat dan ook metacognitie genoemd kan worden? Nou, dat is niet zomaar dat ik dat vind. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En wat zegt nou dat onderzoek? Dat zegt eigenlijk het volgende. Ik heb hier twee voorbeeldjes genomen. Het linker tegeltje is een quote die gebaseerd is op een onderzoek van de persoon die al eerder langs is gekomen, meneer John Hattie. Die heeft heel veel verschillende interventies onderzocht. En volgens zijn onderzoek blijkt dus dat aandacht schenken aan de metacognitie van je leerlingen, dat dat gewoon een aantoonbaar sterk effect heeft op de kwaliteit van het leren en de kwaliteit van het onderwijs dat je kunt aanbieden. Het rechterplaatje is ook een heel aardig voorbeeld hiervan. Het is van een andere bron, de Sutton Trust, en die hebben een soort toolkit hebben die ontwikkeld met een aantal interventies. Niet zoveel als die van John Hattie, maar een aantal interventies die je kunt doen in de klas. En daarbij hebben ze eigenlijk drie variabelen aan elke interventie gehangen. Eén is hoeveel kost de interventie om toe te passen. Twee is hoe evidence-based is die? Dus hoeveel onderzoek is er gedaan naar de effecten, de kracht van de interventie? En als derde hebben ze ook gekeken hoe groot is nu die kracht van de interventie? En dan uitgedrukt in het aantal maanden leerwinst dat je kunt behalen als je die interventie doorvoert in je klas. Nou, je kunt hier zelf, kun je daarmee met de knopjes kun je aan de slag. En ik heb ervoor gekozen om alle interventies te laten zien waarvan er genoeg bewijs is dat ze werken. En die heb ik van sterk naar iets minder sterk gezet. Wat je hier ziet zijn de zeven sterkste. Er zijn er nogal meer, maar dit zijn de zeven sterkste interventies die je kunt doen. En helemaal bovenaan staat dus die metacognitie en die zelfregulatie van de leerlingen. Ga je daar actief mee bezig, dan kun je met relatief heel weinig kosten een hele grote leerwinst behalen. Nou, alleen daarom is het al belangrijk, denk ik, om die metacognitie, om die echt onder de aandacht te brengen, ook binnen jouw school en ook in jouw klasse. En ook zeker met het oog op de hele ontwikkeling die we nu hebben rondom corona en onderwijs op afstand. Want op het moment dat jouw leerlingen op afstand zitten, dan wordt dat zelfregulerend vermogen van die leerlingen wordt nog eens veel en veel belangrijker dan wanneer ze bij jou in de klas zitten. En daarmee denk ik ook dat het echt enorm belangrijk is, niet alleen voor mijn leerlingen in mijn klas, maar eigenlijk voor alle leerlingen in alle klassen in Nederland, dat we met z'n allen veel meer aandacht gaan besteden in dat proces van leren leren. Oké, als afsluiting, een soort samenvattingje. Welke drie dingen heb ik nu proberen duidelijk voor het voetlicht te krijgen? Nou, één is dat wil je onderwijs verbeteren, dat dan de rol van de docent misschien wel de allerbelangrijkste rol is die daarin van belang is. Dus de docent is degene die het onderwijs eigenlijk kan verbeteren, veel meer dan alle overkoepelende organisaties die je kunt verzinnen. Twee is dat het erg interessant is om eens aandacht te besteden aan effectieve leerprocessen en hoe je die een rol kunt laten spelen in jouw onderwijs. En als derde heb ik het gehad over het hele proces van leren leren en dat we ook daar, dat is eigenlijk het overkoepelende proces, ook waar die leerprocessen, de leerstrategieën in passen, maar het hele proces van leren leren, dat we daar echt veel meer aandacht aan moeten besteden dan dat we nu op dit moment met z'n allen doen.
Dankjewel voor de aandacht. Wil je contact met mij zoeken? Dan kan dat via mijn website www.leense.eu. Daar kun je ook van alles vinden over hoe ik in mijn onderwijs bezig ben. En ook een blog waar ik nog wel eens wat nieuwe dingetjes deel met mijn vakgenoten. Dankjewel en prettige dag.